Hey guys, ik doe even mijn muziek uit, want ik hoor mezelf niet. Oh, ik ga even zo zitten met mijn gezicht in de zon. Ja, ik wacht nu op de trein naar mijn moeder. En dan moet ik nog wel een bus pakken. Zo, de zon is echt super fel. Ja, ik heb zwart aan. Ik heb een zwarte jurkje aan. En ook al zeggen ze geen zwart dragen in de zomer. Ja, sorry, maar I love black. And I look good in black. So, a bitch is wearing black in summertime. En ja. Ik ben al wel een beetje moe. Na het trainen en zo. En ik was nog best wel... Ik was nog eventjes thuis voordat ik wegging om naar mijn moeder te gaan. Het is nu inmiddels ook al 3:30. Dus ja, er is al een halve dag voorbij. Maar ja, ik ga gewoon eventjes langs voor een paar uurtjes. En dan ga ik gewoon weer richting huis. Omdat ik morgen natuurlijk moet werken. Dus ik wil wel een beetje fit zijn. En yes, man. Zo, de zon is echt heet. Het is wel weer goed voor mijn vitamine D. Want ik heb D-tekort. Dus nu krijg ik het wel weer lekker binnen. Maar het is echt heet. En ja, het is hier altijd zo lekker stil en rustig. Heerlijk. Oh. Ik ben echt nog steeds heel hartstikke blij dat mijn haar lekker kort is. Vooral hoe het nu zo warm is. Super top. Ik zie overal van die wespen. Oh, go away. Man. Dus ja, maar voor de rest heb ik niet zo heel veel te vertellen. Om heel eerlijk te zijn. Weg, weg, weg. Ja. Dus dat. Warm, warm, warm. Ik wil echt gaan zwemmen in deze dagen. Dus ik moet even kijken naar een leuke zwembad. En ook naar zwemkleding. Want in bad wil ik gaan zwemmen, want ik heb geen zwemkleding. Echt. Maar ja. Ik zie jullie als ik ben aangekomen. Bye! Oké, hi guys. Ik ben aangekomen. Ik zat in een hele chille bus. Dus ze hebben de bus hier vernieuwd. Ze hebben zeg maar USB-aansluiting en airco. Echt van die goede airco. Want ik wist vroeger was de bus altijd super heet. Nu lekker airco. De stoelen zijn zo lekker. Ik dacht, oké. Ja, upgraded en shit. Was echt nice, man. Ik was helemaal flabbergasted. Maar het was echt zo lekker dat ik dacht van, oh, had ik maar gewoon nog een paar haltes te gaan, kon ik nog lekker relaxed zitten, weet je. Maar ja, oh, ik ben hier. Ik heb al een beetje honger. Ik heb niet zo heel veel gegeten vandaag. Kwark en nog een beetje pasta had ik gegeten. En dus even kijken wat mijn moeder te kanen heeft. En ja, ze is vandaag jarig trouwens. Ik weet niet of ik dat heb gezegd. Daarom ga ik even langs. En ja, yeah. Ik zie jullie later. Ik ga niet zo heel veel vloggen meer vandaag. Want ja, ik ga niet zo heel veel doen. Maar ja. Bye. Hi. Het plan was eigenlijk om deze video dus vandaag te editen en up te laden. Want het is zondag. Maar jullie zien deze video. Wanneer jullie naar deze video kijken, is het een zondag later. Wat normaal gesproken ook is. Want ja, ik dacht van ik ga niet nu... Oh my god. Ik dacht van, ik ga niet nu nog editen en wachten tot het helemaal online staat. Want dan is het veel te laat en ik moet morgen natuurlijk weer heel vroeg op. Want het is nu al 10:00. Oh my god, het is al 10:00. Oké, ik heb echt nog een uur en dan moet ik echt slapen. Dus, als ben ik kapot morgen. Dus ik ga heel even snel alle footage van deze kaart die er nu in zit op de computer zetten. En dan ga ik... hoe noem je dat? Ga ik slapen. Ik heb mijn haar net gewassen. Dus het is lekker nat. Lekker fresh. Ik ga even olie erin zetten. Ik zet altijd amandelolie. En dan zet ik nog black castor oil. En dan zet ik ook nog leave-in moisturizer. Moisturizer. Dus ja... Yeah. Deze, ik vind die andere beter. Want deze is van Shea Butter. Maar je hebt ook
Shea Moisture. Die vind ik volgens mij beter. Wacht, ik ga het een keer kopen en dan laat ik jullie het zien. Omdat ik dacht van ik ga deze proberen. En toen kocht ik echt zo'n hele grote. Zo'n shop formaat, zeg maar. Maar ik vind het mooi deze. Ik vind die andere fijner. Dus wanneer deze op is, ga ik die andere weer kopen. Maar ik heb nog wel even te gaan, zoals jullie kunnen zien. Dus ja, dat ga ik even in mijn haar doen. Nu dat mijn haar nog een beetje vochtig is, is dat wel lekker. Dan kan het drogen en dan is mijn haar morgen weer lekker zacht en schoon en clean. Ik probeer mijn haar 1 keer in de week te wassen. Normaal wil ik het vaak. Sinds ik mijn haar, zeg maar, mijn natural haar heb, wil ik mijn haar vaker wassen. Maar ik probeer het echt maar 1 keer in de week te doen. Want je haar heel vaak wassen is ook niet goed. Soms kan het uitdrogen. Je hoofdhuid kan uitdrogen. Je haar kan uitdrogen. Je moet er gewoon heel goed voor zorgen. En 1 keer in de week is prima te doen. En dan praat ik voor kroeshaar. Ik weet niet hoe het gaat voor ander soort haar. Ik kan alleen praten over het soort haar die ik heb. En wat werkt voor mij. Dus yes. Ik heb mijn Nirvana t-shirt aan. Daar ga ik in slapen vandaag. Want het is gewoon lekker groot en lang. En ik dacht, nou, ik ga het gewoon gebruiken als slaap t-shirt voor vandaag. Of gewoon voor altijd. Ik weet het nog niet. Misschien haal ik er nog een. Weet je, eentje om te dragen en eentje om als slaap t-shirt te gebruiken. Want ik vind het gewoon lekker om een... Ik heb gewoon pyjama's, weet je. Ik heb zomer onesies, ik heb winter onesies, ik heb gewoon pyjama broekjes, ik heb pakjes, weet je wel. Maar op een of andere manier slaap ik altijd gewoon in de grote oversized t-shirts die ik heb. Dus toen dacht ik vandaag, ja, vandaag ga ik in deze. En ja, ik ga, ik zie jullie morgen. Ik ga morgen ook vloggen. Ik wil morgen een video opnemen en waarschijnlijk hebben jullie de video al gezien. Tegen de tijd dat je deze video ziet. Ik ga nog niet zeggen wat het is. Voor het geval dat jullie het niet hebben gezien. Maar ja, that's about it. Ik ga even snel doen. En dan zie ik jullie morgen. Voor de mensen die dit kijken en die nu gaan slapen. Wel te rusten. En tot morgen. Bye. Hallo mensen van het goede leven. Ik ben thuis. Van werk. Het was hartstikke warm vandaag. En ja. 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 Anyway. Ik heb zo'n confetti kanon gekocht bij de Action. Wacht even kijken hoor. Attention. Attention. Oké. Okay. Deze. Confetti kanon. Ja, ik kan niet schudden of zo. Ah, ik heb jeuk. Ja, voor een video. En ik heb ook kaarsjes gekocht voor een video. Waarschijnlijk hebben jullie de video al gezien. Het was de video die woensdag online is gegaan. Of online had moeten gaan als ik het niet heb gedaan. Maar ik ga het gewoon doen. Dus het is gewoon woensdag online gegaan. Anyway. Anyway. Ja, het is vandaag echt super warm. Ik ga lekker douchen en dan ga ik klaarmaken om te filmen. Ik moet alles nog opzetten, even make-upje opdoen, wat leuks aan. En dan gaan we met die banaan. Ik ben Gossip Girl weer aan het kijken, helemaal opnieuw. En ja, ik ben weer helemaal hooked en verslaafd. Dus dat is wel weer leuk. Ik ben in de... Volgens mij ben ik bijna in het laatste seizoen. Het gaat super snel. Maar ja, het is leuk. Ik denk dat ik daarna weer Pretty Little Things ga kijken. Want die vond ik ook altijd wel heel leuk. Dus op een gegeven moment wordt die echt super spannend. Dus als je die nog niet hebt gezien. Want mijn collega bijvoorbeeld Rob, die had het nog niet gezien. Ik zei ook tegen hem van moet je echt kijken. Want het is echt lachen en het is echt spannend en zo. Ik moet nog best wel veel opruimen voordat ik ga filmen. Dus ik ga denk ik eerst opruimen en dan douchen. Zodat ik gelijk mijn make-up kan doen. En zo. En dan ga ik lekker filmen. Ik ben best wel excited. Want het is een mukbang. Mukbang. Want het is niet heel veel eten dit keer. Maar het is wel heel lekker. En het is wel een speciale gelegenheid. Dus ik dacht ik ga wat leuks daarvoor doen. Ik wou eigenlijk meer kopen. Maar soms is het gewoon een beetje overkill. En ik wil toch wel dat mijn mukbangs semi, en dan zeg ik semi voordat mensen weer, ja maar het is niet gezond, bla bla. Like semi gezond, want als je kijkt naar de mukbangs die ze hebben in Amerika en echt Korea, Japan en zo, weet je wel. Die
mensen die het doen of mensen die echt livestreamen en zo, die eten gewoon absurd veel, weet je wel. En ik kan dat niet. En ik zou dat ook niet willen om zoveel te eten, weet je. Ik vind als ik 2 minuten bij de McDonald's op kan, vind ik al superveel. Dus dat is gewoon... En kijk, als ik een keer een challenge doe, een calorieën challenge bijvoorbeeld. Ik zeg niet dat ik die ooit wil gaan doen, omdat nogmaals, ik... Zeg maar, als ik een mukbang doe, dan heb ik de rest van de dag heel licht gegeten of echt bijna niet. Weet je, wel gewoon zodat ik gewoon kan functioneren. Maar dan heb ik kwark gegeten of gekookte eitjes, weet je wel. Dan kook ik gewoon 3 eieren en dan eet ik gewoon alleen wit, want ik lust geen eigeel. Dan eet ik gewoon alleen het wit. Ik lust geen eigeel van gekookte eieren. Dus dan eet ik gewoon alleen het wit. En dan zit je ook wel vol. Of althans, dan houd je wat langer vol. Of dan heb ik volkoren crackertjes gegeten of zo. Zulke dingen, weet je. Maar dan heb ik geen rijst of brood of kip of iets bij buiten. Weet je, iets bij de McDonald's. Dus heb ik dan niet gegeten omdat ik al mukbang ga doen. Dus dan zorg ik ervoor dat ik gewoon... de rest van de dag super, super licht eten, weet je wel. Of dan doe ik een shakeje of zo, whatever. Dus ik wil mijn mukbangs wel semi-normaal houden. Ook al is soms de hoeveelheden die ik wel eet misschien nu normaal voor sommige mensen. Althans, dat kan, weet je wel. Maar ik ken bijvoorbeeld gasten die werken zo 3 pizza's weg. En daarna zoeken ze nog wat om op te knabbelen. Dus... Daarom zeg ik semi-normaal. En ja, ik vind het zo ook wel leuker om te doen. En ik moet zeggen, over het algemeen, de mukbangs die hier worden gehouden. Of althans, ja, sommige mensen vinden het irritant dat ik het misschien mukbangs noem. Omdat hun... Kijk, ik heb ook wel eens Trisha Paytas gezien. En Nicaro Avocado en al die andere mukbangers, bekende mukbangers. En die eten gewoon echt super veel, weet je wel. En dat is ook echt wel fucking ongezond. Om echt elke week of elke... Nikkekade Avocado, die at echt op een gegeven moment elke dag zo, weet je wel. Omdat hij elke dag een video had om op te loaden. Ja, dat is gewoon te veel van het goede. Maar wel leuk voor hem dat hij dat gewoon kan. En dat hij gewoon nog steeds kan functioneren en zo. Ik zou niet kunnen functioneren. Maar, wat wil ik zeggen? Ja, dus ik heb zeg maar een soort van mukbang voor een speciale voor Dan. Maar ja, ik weet niet waarom ik dit helemaal uitleg. Want jullie hebben het namelijk al gezien. Anyway... ik ga even opruimen en dan ga ik douchen. Ik ga denk ik even een aflevering van Gossip Girl opzetten terwijl ik opruim. Want dat is altijd wel lekker, achtergronddingen. Ik ga denk ik even een liter water drinken, want ik heb hartstikke dorst. En dan ben ik zo bij jullie terug als ik gedoucht ben en mijn make-up ga doen. En yeah. Ik zocht hoedjes. Ik zocht van die feesthoedjes, maar... Facehoedjes is niet meer een ding of zo. Want Action had ze niet. Waarschijnlijk had ik wel naar Solo moeten gaan. Maar ik had echt geen zin om de stadstraat in te gaan. Bah. Dus ja. But anyway. Vandaag is mijn seriedag. Dus ik heb zeg maar alle dagen van de week opgedeeld in wat ik moet doen. Mijn prioriteiten. Dus 5 dagen uit de week ben ik een aantal uur aan mijn DJ aan het werken. Omdat ik wel echt alle moeite die ik heb erin stoppen. En waarom ik 5 dagen doe is omdat ik natuurlijk ook film en moet editen. Dus dat doe ik dan op de andere 2 dagen. En vandaag is een van de dagen die... vandaag is maandag. En maandag is zeg maar een film of edit en seriedag. Dus dan kan ik al mijn series kijken terwijl ik edit of film of whatever. So yeah. But... what was I trying to say? Ja, nee, dat was het. Dat was het, basically. Ik zie jullie... Of ik spreek jullie later, denk ik. En ja, bye. Hey guys, het is vandaag... Zaterdag. Is het zaterdag? Ja, het is zaterdag. Ik ben me aan het klaarmaken om... naar mijn vaders ruimte te gaan. Ik wil daar even filmen. Ja, vandaag is een beetje een rare dag. Mijn mood gaat een beetje up en down, merk ik. Het regent buiten. Dus normaal gesproken had ik gezegd van... nee, ik ga gewoon thuis blijven. Maar ik vind dat ik gewoon uit huis moet gaan. Oh, mijn make-up lijkt een beetje raar in dit licht. Maar anyway. Ik vind dat ik gewoon uit huis moet gaan. Omdat ik heb dingen gepland en die dingen wil ik gewoon gaan doen. Zo... ik was net even wat aan het uitzoeken wat ik aan kon doen. Want ik heb nu een sportlegging aan van de H&M.
Ik moet er even een shirt op. Ik weet nog niet wat voor shirt. Ik ga even kijken. Ik denk dat ik even een t-shirt hiernaast moet halen. Want ik heb hier geen normale just throw it on t-shirt liggen. Ik moet jullie inpakken. Ik moet mijn lichten nog inpakken. Ik moet hier nog even een beetje opruimen. Ik heb nog best wel veel te doen. Ik moet nog mijn outfits inpakken. Ik ben nog niet eens klaar met alle outfits. Welcome to Brandy Organization. Ja. Mijn energy is een beetje low. Volgens mij merken jullie dat wel. Maar anyway. On we go. Ik ga even inpakken. En dan zie ik jullie zo. Hey guys, ik ben dus hier in mijn vaders ruimte. Het plan was dus om te filmen, maar het filmen ging niet zo lekker. En de lichten zijn ook niet wat ik wou dat ze waren. En ik ben gewoon moe. Dus wat ik ga doen is, ik ga nu naar huis. Het is best wel laat al. Het is zeg maar al 11 uur. Ik ga nu snel naar huis en dan ga ik gewoon slapen. En althans, ik ga een serietje kijken en dan ga ik slapen en dan... Gewoon vroeg opstaan, mijn make-up doen en dan kom ik het morgenochtend filmen. Ja, dat is de plan voor nu. Omdat, ja, ik ben gewoon moe en het gaat niet hoe ik het wil. En ja, als ik moe word, dan raak ik gefrustreerd, weet je wel. Dus voordat ik helemaal gefrustreerd raak en denk van, ah, fuck it, laat me gewoon naar huis gaan. En gewoon mijn rust pakken. En dan morgen weer opnieuw... proberen. En waarschijnlijk gaat het allemaal gewoon lukken. But yeah. Ja, dus morgen wil ik dat doen. En ik wil ook echt aan mijn DJ. Want dat gaat op het moment niet zo heel goed. En ik ben het een beetje zat aan het worden, weet je wel. Ik ga jullie ook nog een update geven van mijn dipje. Ja, daar wil ik jullie ook nog wel een update over geven. Ik dacht dat ik het hier zou doen, maar het is nu al best wel laat. En ik wil wel gewoon nog steeds de tram kunnen pakken en zo. Dus ik ga maar gewoon naar huis. Misschien doe ik het als ik thuis ben, wel als ik mijn make-up aan het weghalen ben en zo. Misschien doe ik dat wel even een update over mijn dip. En ja, hoe ik het nu film, zo vind ik het licht op zich wel mooi. Maar ja. Oké, ik ga mijn spullen pakken. Mijn tas is hier. Ik heb nog mijn tas met mijn lichten erin. Want ja, die neem ik maar gewoon weer mee naar huis. En ik ga... Even kijken hoor. Ja, ik ga maar... Oké, let's go. Hallo, het is zondag, the day after. Ik ga nu naar mijn vaders ruimte om te filmen. Oh, zet even mijn steden op stil. Ik was Pretty Little Things aan het kijken. Mijn make-up is wel oké vandaag. Ik vind mijn ogen leuk. Ik probeer iets nieuws, zo'n stipje onder mijn oog. Ik vind het wel super cute. How do you like it? En ik heb ook wel wat nieuws geprobeerd met mijn lippen. Nou, niet wat nieuws, maar ik heb dit gewoon heel lang niet gedaan. Vroeger deed ik altijd lipstick en altijd ombre. En dan had ik zeg maar ook donkerpaars naar lichtpaars of zeg maar... donkerpaars naar roze, weet je wel. Had ik altijd ombre en toen dacht ik vandaag doe ik een natural lip look. En heb ik ombre. Dit is Primark trouwens. Wat ik op heb op de lippen. En ja, ik moet nog even mijn haar draaien. En nog even snel een banaan eten. En dan gaan we on the wall. Of zo, on the wall. On the road. Oké, so. Yes, let's go guys. Let's go. Die op dit moment nu mijn favorieten zijn. En ik dacht ik begin met deze. Deze heb ik op de mannenafdeling gekocht bij de Primark. Deze